Hoe oud ben jij nou, Iris? 11 jaar. 11 jaar. Jij bent heel ziek geweest, hè? Ja. Wat heb jij gehad? Kanker. En hoe heet die kanker? Leukemie. Leukemie. Wanneer heb jij leukemie? Wanneer is dat begonnen? Toen ik 4 was. Toen jij 4 was. En nu ben je helemaal genezen? Ja. Oh, wat fijn voor jou. Heb je ook hele nare herinneringen daaraan? Ja, heel veel littekens heb ik nog wel. Maar heb je ook hele leuke herinneringen nog? Als je zegt van, dat vind ik heel erg leuk om daaraan te denken. Ja, toen ik de kraal kreeg die hier helemaal onderop zit. Dat zijn veel kralen. En die kreeg je elke keer met een chemokuur? Nee, heel veel andere kuren heb ik ook gehad. Dus dit zijn heel veel kralen die... En er zijn er ook een paar zelf gemaakt, maar die zitten er ergens in. Daar, die bijvoorbeeld. Die heb ik zelf gemaakt. En hier tussen zie je een zilveren. Die hebben we ook zelf gemaakt. Jij bent nu pas een actie begonnen, hè? Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Hoe lang geleden? Dat weet ik niet precies. Een week geleden of 2 weken? 2 weken. 2 weken geleden. Hoe kwam je op dat idee dan? Mama zat op Facebook. En toen zag ze dat. En toen dacht je, daar wil ik aan meedoen. Oké, en wat ga je nou zelf daarvoor doen dan? We gaan, als we genoeg sponsorgeld ophalen, gaan we met Race doen. En we moeten dus voor ieder persoon moeten we €150 ophalen. Oké, en wat doe je eraan om die sponsors te krijgen? Ga je dan de straat op om mensen zomaar te vragen? Of? Nee, dat hebben we op mijn Facebook staan. En we sturen door in de app. En dan kunnen de anderen weer het naar anderen sturen. En we kunnen ook statiegeldflessen doen. En dan hebben we daar een potje staan. Met waar we dan dat geld in kunnen doen. Oké. En allemaal hopen dat je er heel veel krijgt, of niet? Ja. En we doen ook potjes van die glazen potten. En flessen. Glaasflessen gooien we ook weg voor 10 cent. En tot hoe lang kunnen de mensen zich opgeven? Tot 28 juli. Oké. En hebben er zich nu al mensen opgegeven? Ja, er zijn er ook wel een paar die voor ons waren. Die hadden het al eerder gezien. Die zijn heel veel mensen die ook meedoen nu. En je hebt vooral heel veel vrienden en vriendinnen die ook vast en zeker meedoen, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Weet je dat nog niet? Nee. En wat moeten de mensen dan doen? Hardlopen? Ja, en dan door de modder. En dan met 15 obstakels. Oké. En wij doen 5 kilometer. En doe jij zelf ook nog mee? Ja. En hoeveel kilometer doe jij? 5? Ja. Zo, knap hoor. En natuurlijk komen er ook heel veel mensen kijken, hè? Ja. Ja. En misschien gaat mijn pleegmoeder ook nog meedoen. Jouw pleegmoeder misschien ook nog meedoen? Ja. Oh, dat zou leuk zijn, hè? Ja. Daar liggen heel veel kralen. Ja. Welke kralen zijn voor jou het allerbelangrijkste? Nou, een beetje, dit is het begin. En dit is het eind. Dit is wel een hele belangrijke. Want dit zegt dat je klaar bent. Dit zijn bloedtransfusies. Ja. Die rode met blauw. En dit zijn allemaal chemo's. Daar heb ik er ook best veel van. En mocht je ook zelf nog een kleur uitkiezen van kraal? Of? Nee, er zijn heel veel verschillende. Ik heb er ook heel veel niet gekregen. Anders zou dit stuk nog wel wat voller zijn. En ja, we doen elke keer. Wacht even, hier zit ergens een... Kijk, hier hebben we hem aan elkaar gemaakt. Dit was een blauw stuk touw.
En hier zijn we verder gegaan. Dan doen we steeds een stuk touw erbij aan. En dan dippen we hem in de nagellak. Kijk, we hebben zo in de nagellak gedipt. En dan kan je hem er makkelijker doorheen halen. Anders gaat hij zo rafelen. En heb je die kralenketting ook al eens een keer meegenomen naar school toe? Ja, 2 keer al. En heb je daar helemaal over verteld? Ja. Was iedereen natuurlijk heel erg onder de indruk ervan. Ja. Ja, dat is ook wel heel belangrijk voor jou. Ik heb deze al 2 keer meegenomen naar mijn nieuwe school. Want ik ben ook al eens van school gewisseld. Hoe oud ben jij? Ik ben 14. Jij bent de zus van Iris? Ja. Hoe voelt het dan om als grote zus van Iris te zijn? Het is in principe is het gewoon normaal. Als normaal zus. Wel met het in het achterhoofd dat ze ziek is geweest en zo. En hoe voelt het dan voor jou als zij elke keer in het ziekenhuis ligt? Toen was het wel spannend. Aangezien je niet wist wat er komen ging en zo. Dus de ene kant was wel spannend. Maar het is, we hebben ook wel gewoon lol gehad. Vond je het in die tijd ook nog wel eens van dat Iris meer aandacht kreeg dan jij? Niet per se meer aandacht, maar wel gewoon dat ze meer met haar bezig waren en zo. Dus ik snapte het wel.